Samen met de 4X Coupé introduceert BMW een hoop technologie. Wat die elektronische vernieuwing dan allemaal inhoudt, wel, dat ontdekken we nu samen met specialist ter zake Hans Burm. Hey Hans. Dag Steven. Ja, de nieuwe 4 Coupé die komt uiteraard ook met een hoop nieuwe technologie. En als ik me niet vergis, is daar ook meer efficiëntie bij voor de motoren, toch? Dat klopt. Alle dieselmotoren en de 6-cilinder in lijn benzinemotor van de M440i X-Drive zijn vanaf nu uitgerust met het 48 volt mild hybrid systeem. Dit mild hybrid systeem combineert eigenlijk een 48 volt startgenerator die in staat is om in hoge mate remenergie te gaan recupereren met een bijkomende accu die deze energie ook kan opslaan. En de zo ontwikkelde energie kan worden gebruikt om bepaalde wagenfuncties te gaan voeden, maar ook om de aandrijving van de wagen te gaan ondersteunen. Zo is er binnen de boostfunctie 8 kW of 11 pk extra beschikbaar bij het starten en bij het versnellen van de wagen. En natuurlijk, aangezien de wagen zelf zijn energie al rijdend kan opwekken en gebruiken, heeft dit een zeer positieve invloed op de CO2-uitstoot en het verbruik die aanzienlijk lager liggen. Ja, dat is natuurlijk efficiëntie en verbruik, maar de 4 Coupé gaat uiteraard ook om rijplezier. Kan je ons daar wat meer over vertellen? Inderdaad, de optionele sportautomaat met Steptronic is voor de eerste keer uitgerust met de sprintfunctie. Wanneer we het linker schakelpedal aan het stuur gedurende 1 seconde gaan indrukken, gaan de sportinstellingen geactiveerd worden voor het gaspedaal, de motor en voor de schakelinstellingen. En zal de wagen ook automatisch terugschakelen naar de optimale versnelling om een maximale acceleratie toe te laten. Op de M-Performance varianten is deze functie standaard. Voor de andere modellen is dit inbegrepen in het M-Sport pakket Pro. Ja, dan naar multimedia toe. De 4 Coupé komt met het BMW Operating System 7. Wel, het nieuwe besturingssysteem Operating System 7 zorgt voor een optimale interactie tussen de wagen en de bestuurder. De bestuurder zal alle informatie op het centrale informatiedisplay zelf kunnen gaan samenstellen. En dit over 10 pagina's, waar we op elke pagina 2 tot 4 tegels, zoals we ze noemen, kunnen worden geplaatst met live inhoud. Bovendien gaat de bestuurder ook kunnen kiezen uit 5 verschillende manieren om eigenlijk met zijn wagen te gaan interageren. Ofwel via de knoppen op het stuur, via spraakbediening, via de iDrive controller, via de touchscreen functie van het centrale informatiedisplay of zelfs optioneel via gebarenherkenning, waarbij de wagen dus verschillende handgebaren gaat herkennen. Tot slot komt het Operating System 7 ook met de Remote Software Upgrade, waardoor de wagen steeds up-to-date wordt gehouden op vlak van de laatste software en dit via over-the-air updates. Dan nog iets over de actieve veiligheid misschien, want ja, uiteraard moet die 4 Coupé ook bestendig zijn tegen het grootste gevaar. Hoe staat het met het harnas van deze 4 Coupé? De nieuwe BMW 4X Coupé heeft sowieso een breder palet aan actieve veiligheidssystemen dan zijn voorganger. En zo is de wagen bijvoorbeeld standaard uitgerust met de botswaarschuwingen met personenherkenning, de lane departure warning en met de speed limit info. Optioneel kan er ook gekozen worden voor het Driving Assistant Pack Professional, dat eigenlijk alle actieve rijhulpsystemen omvat die beschikbaar zijn voor de BMW 4X. Zoals bijvoorbeeld de Adaptive Cruise Control, waarbij de wagen zelf de afstand tot de voorligger zal bewaren. De Lane Keeping Assistant, die de bestuurder zal helpen om binnen zijn rijvak te blijven, wat zeer handig is bij wegenwerken of bij wegversmallingen. En onder andere ook de Evasion Aid, waarbij de wagen zelf, in geval van een imminente botsing, het optimale traject zal bepalen om zo min mogelijk schade te gaan berokkenen. Technologie, laat ons maar zeggen, en verlichting, want jullie lichttechnologie die jullie hier bij de 4 Coupé gebruiken, dat is ook iets speciaals, toch? Standaard is de wagen uitgerust met de full LED koplampen met zeer fijne contouren. Dus we hebben daar twee U-vormige tubes uit glasvezel die de dagrijverlichting vormen. Maar optioneel kan er ook worden gekozen voor de BMW laserlights. Deze kunnen herkend worden aan een blauw design element in de lichtblokken vooraan en door een significant iconic design, wat ook zeer specifiek is voor de laserlights. Bovendien, zodra de wagen sneller rijdt dan 60 km per uur, kunnen de laserlights tot wel 550 meter ver schijnen. En dit is ongeveer dubbel het bereik van de standaard LED-koplampen. Dankjewel Hans. Ziezo, dat was het wat de technologie betreft. In een andere video gaat Hans ook iets dieper in op de designvernieuwingen. En wilt u nu zelf die 4X Coupé ontdekken? Wel, hij staat bij elke BMW-verdeler.